allemaal heel hartelijk welkom op deze avond rond duurzaam HRM. Waarom zouden we het implementeren? Gaan we het implementeren? Hoe kunnen we het implementeren? Heel erg fijn dat jullie zo talrijk zijn opgekomen. Ik ga het dus inderdaad hebben over de invloed van CSR voor een veerkrachtig HRM. Consumenten zien duurzaamheid vooral als een marketingtruc. En vandaar dus hun verhoogd wantrouwen. Ze geloven die ondernemers niet meer. We zijn al een tijdje bezig rond maatschappelijk verantwoord ondernemen. We hebben al een aantal diversiteitsplannen uitgewerkt. Wij proberen onze klanten ook te stimuleren om zo weinig mogelijk energie te verbruiken. En ik wilde nu eens op zoek gaan naar nog extra dingen die we binnen HR kunnen gaan uitwerken, samen met onze wensen, om nog beter en maatschappelijker aan de slag te gaan. U bent de gast bij Umicore. Wat doet Umicore? Wel, wij transformeren metalen in hoogtechnologische materialen. Dus finaal kun je wel stellen dat duurzaam ondernemen onze core business geworden is. Mijn bedoeling is om te inspireren en om in het boek een kader te bieden van waaruit we verder kunnen werken om het domein van duurzaam HRM echt vorm te gaan geven en uit te werken. De tweede spreker, Lut van Mossevelde, denk ik. Het was zeer inspirerend en daar gaan we zeker en vast ideeën van kunnen hergebruiken. Dus recycleren, zal ik maar zeggen. Ik voel mezelf dan ook een stuk pionier. En ik wil vanaf het begin ook duidelijk maken dat ik hier mijn visie daaromtrent zal brengen. Voor mij is de PM Club een heel goede combinatie van enerzijds een uiteenzetting van gepassioneerde collega's uit het HR-terrein. Dat gekoppeld aan een netwerkevent. Dat zijn telkens weer boeiende avonden. En niet alleen de thema's zijn boeiend, maar ook de sprekers die vanuit hun verschillende invalshoeken de thema's benaderen. We zitten zelf niet meer op de schoolbanken. Dus het academische daarin bijblijven vind ik toch wel interessant. Maar de toetsing met de praktijk vind ik zeker even interessant. Ik denk dat de forum is een van de grotere fora in Vlaanderen waar HR-managers of HR-professionals elkaar kunnen ontmoeten. En voor mij is het in die zin ook belangrijk om aan networking te doen, om mensen uit andere bedrijven te leren kennen en ook misschien best practices met elkaar te kunnen delen. Ik zou het aanbevelen aan collega's omdat je enerzijds een aantal ideeën kan opdoen die leven rond bepaalde thema's vanuit een theoretische hoek en langs de andere kant de kennismaking met collega's uit het werkterrein.